Kan je in het kort vertellen waar jouw speech over ging? Nou, het gaat eigenlijk voornamelijk over de grote vraag van waarom lukt iets soms wel en soms niet. En voor een sporter bijvoorbeeld, waarom ben je het ene moment goed en het andere moment niet. En heeft dat met talent te maken, heeft dat met zelfvertrouwen te maken, met vorm, wat is vorm. En verder vind ik het leuk om in gesprek te gaan met iedereen over vanuit ratio of vanuit intuïtie handelen. En dus ja, dat is heel leuk. Eigenlijk is spelen voor het Nederlands elftal is eigenlijk ook ondernemen. Je komt voor uitdagingen te staan, hindernissen, allemaal verschillende soorten barrières waar je doorheen moet. Dus het is verre van makkelijk om te zeggen, nou, ik kan een beetje goed hockeyen, dus ik kom in het Nederlands elftal. En 10 jaar later neem ik wat medailles mee en dan ga ik lekker achteroverleunen. Zo is het zeker niet. En wat ik vandaag dus wil doen, is ik wil jullie graag meenemen in hetgeen wat ik geleerd heb. En ik zeg alvast voorop, ik spreek niet per se de waarheid. Het enige wat ik wil vertellen is hoe ik het zie, wat ik geleerd heb. En als ik daarmee een van jullie, of misschien een paar van jullie, kan inspireren, dan is dat hartstikke mooi. Wat wil je vooral ondernemers meegeven vandaag? Nou, ik denk dat het toch wel een bepaalde mindset en inspiratie is die ik wil meegeven. Waarin je eigenlijk de keuze kunt maken om alles op de veilige manier te doen, vanuit de ratio. Of dat je soms ook zegt, weet je wat, ik doe het gewoon. En gaat niet, bestaat niet. En nee, heb je, ja, kun je krijgen. Een beetje in die mindset komen. Want dan kun je in ieder geval later terugkijken en zeggen, ik heb het mijn best shot gegeven. En of het nou wel of niet gelukt is, maakt dan niet uit. En welke parallellen zie jij vooral, de grootste parallellen tussen sport en ondernemen? Ik denk vooral dat het fundament moet goed zijn. En daarboven moet je durven om je intuïtie de vrije gang te laten gaan. Dat is denk ik de grootste parallel.